Hallo en welkom bij Pauls Model Train Stuff. Ik ben met een groot project bezig wat langer duurt dan gedacht. Een paar weken langer zelfs. Dus het is wat rustiger wat betreft video's. Wel heb ik wat nieuwe spullen binnen die ik graag met jullie deel. Het zijn een aantal goederen wagons. Ik heb hier een Aral goederenwagon uit Essen. Een goed duidelijk opschrift. Staat er mooi op. Er zitten wat dingetjes een beetje los. Niks wat heel ernstig is of niet moeilijk. Allemaal niet moeilijk te repareren in ieder geval. Het merk van deze weet ik niet. Zo snel. Het zou een Pico kunnen zijn. Nou ja, het zit ook in een anoniem doosje. Verder een Sachen modellen, ook een tankwagen. Zo. Mogelijk is dit dezelfde als die Aral. Qua opbouw, of in ieder geval qua onderbouw, moet ik zeggen dat ze erg op elkaar lijken. Dus dan zou dit dus die andere ook een Sachen modellen kunnen zijn. Dit is er eentje van de NS, de Koninklijke Nederlandse Petroleummaatschappij uit Nederland. Ziet er goed uit, ook hier zit een hekje een klein beetje los, maar dat zit zo ook weer vast. Ik heb niet het idee dat dit de originele doos is, maar we doen het er maar even mee. Zo. Die kunnen mooi in mijn een goederentrein met tankwagens die ik verschillende heb inmiddels, alleen sommige nog met Märklinwielen. De volgende zijn twee Fleischmanns. Er zaten nog een aantal koppelingen bij. Nog wel meer. Ja. De eerste Fleischmann. Zo. Deze is bijna helemaal in orde. Behalve dat deze twee dekseltjes die liggen hier. Die moeten er nog terug op. En deze zit een beetje vastgelijnd. Het zou wel eens kunnen zijn dat ik eindig met aan deze kant drie vastgelijnde deksels. En aan één kant nog wat ze open kunnen. Mooi, ook inclusief doos. En de verschillende koppelingen zitten er nog bij. Er zitten nu de Fleischmann koppelingen onder. Profi koppelingen. En een andere Fleischmann. Heeft ook de profi-koppelingen er nog onder zitten. En een deel van deze koppelingen komt van deze wagen af. Ik heb deze zelf een soort van. Alleen dan met, volgens mij met vier wielen eronder in plaats van met twee. Dus met draaistellen. Gebruikt worden om daadwerkelijk spullen te storten. Hierbovenop zit een klep. Ik weet niet hoe makkelijk dat ik die open of dicht kan doen zonder hem kapot te maken. Dus ik blijf er even van af. Ook leuk voor een wat oudere goederentrein. En ik heb dus meer van deze stortwagens inmiddels. En als laatste. Rammelt een beetje. Een NS kolenwagen. En die komt qua opbouw enigszins overeen met deze blauwe. Deze heeft het schuifmechaniek er bovenop zitten en de kolen zitten niet zo ver gestort. Deze heeft de kolen er vrij hoog bovenop zitten en geen schuifmechanisme. Maar qua overige opbouw moet ik zeggen dat het er toch wel heel erg op lijkt, moet ik eerlijk zeggen.
Er ontbreken her en her wat dingen aan en er zit aan de binnenkant iets los. Maar ik heb hier dus het probleem met dat deze koppeling niet zo goed werkt. En het zou wel eens kunnen gaan gebeuren dat deze zwarte hierop komt, zodat deze weer completer is. Maar deze kwam er dan ook bij als defect extra. Die gaat dus ook weer even terug in zijn doekje. Dus dat zijn de nieuwe. Geen rondje rijden, want dat lukt nog niet. Ik moet nog steeds de bovenlaag op gaan bouwen van mijn baan. Maar ik loop gewoon ontzettend uit met een moeilijk project. Met een verbouwen van een trein die nu niet meer wil rijden. Ik weet nog niet waarom. Als dat opgelost is dan, en die wil weer rijden, dan ga ik die afronden. En ga ik ook verder aan de opbouw van mijn baan. Dus tot die tijd zou ik zeggen bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer. Like, subscribe en laat berichten achter.